De lijfspreuk van Aruba is One Happy Island. Nou, voor de 700.000 cruiseboottoeristen die Aruba jaarlijks aandoen, is het nog even behelpen met die happiness. In een poging om de binnenstad aantrekkelijk te maken, heeft de Arubaanse regering de stad opengegooid. Het is één grote bouwput. En centraal in die plannen voor een makeover van Oranjestad is de tram, de tropische tram. De tram ontneemt de waggelende toeristen laatste beetje beweging, maar dan krijgt hij er wel wat voor. 2,5 kilometer nostalgisch spoor op een eiland waar ze pas na de introductie erachter kwamen dat die tram eigenlijk helemaal niet bestond. Hij was nog niet opgenomen in de wet. En ja, en wie heeft er dan voorrang? En dus reist er vooralsnog op elke rit een politieagent mee. En spreek je officieel van een bijzonder transport. Het is open lucht, hij is gratis. Gezellig ontmoet, leuke mensen. It's a wonderful addition to the city and to the island to be able to utilize the trolley. En dit ritje in de tropentram vind ik zo leuk. Ik ga gewoon weer terug.